kijkt naar de 15e aflevering van Uw Ziekenhuis. In dit programma nemen we een kijkje achter de schermen in het medisch spectrum Twente. In deze uitzending volgen we Arthur van der Geest in de Stotman op de bouw. En zijn we op de centrale sterilisatieafdeling. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het steriliseren van medische instrumenten. We beginnen met het nieuws. Nu de wintertijd nadert en de weerstand vermindert, besteedt het MST extra aandacht aan de gezondheid van haar medewerkers. Maandag 28 oktober kregen de medewerkers als eerste de mogelijkheid om de griepprik te laten zetten. MST wil haar medewerkers zo goed mogelijk inenten, zodat de kans op besmetting met eigen patiënten beperkt wordt. We trappen vandaag ook de jaarlijkse griepprikcampagne trappen we af. Er staan collega's van onze Arbo-dienst die medewerkers de griepspuit geven. Dat willen we promoten, hè, om te voorkomen dat medewerkers zich ziek moeten melden vanwege de griep. Maar ook vanwege het infectiegevaar, hè, doordat je griep kunt overbrengen op onze patiënten. Niet alleen inenten, maar ook beweging is belangrijk voor de gezondheid van de medewerkers. In dit kader start deze week de traploopcampagne in het ziekenhuis. Doel van deze campagne is om medewerkers meer te motiveren de trap te gebruiken in plaats van de lift. Hiermee wordt zowel aan de conditie gewerkt en wordt er meer ruimte gecreëerd voor patiënten in de lift. Trappenhuizen hebben we opgeleukt met foto's. Dus dit is de start en we denken dat we in de loop van deze week wel de eerste reacties zullen krijgen. We zijn als ziekenhuis ook al tijden bezig om duurzaamheid wat hoger in het vaandel te krijgen. Dus medewerkers bewust te maken van het gebruik van verlichting, van verwarming, van water. Al die zaken proberen we onder de aandacht te brengen. We hebben ook uit laten rekenen hoeveel elektriciteit liften per jaar kosten. Dus om liften buiten gebruik te hebben, in plaats daarvan de trappen te nemen. Dat draagt ook bij aan het terugdringen van het energieverbruik van het ziekenhuis. Tot zover het nieuws van deze week. We gaan naar de bouw voor een update van Niels Slotman en Arthur van der Geest. Verticaal transport in de afbouw wordt bemoeilijkt omdat de meeste gevels nu gesloten zijn. Daarom hebben we in de afbouw maar een beperkt aantal transportmogelijkheden. Binnen het gebouw hebben wij drie liften. Dat zijn al nieuwe liften die wij gaan gebruiken. Twee daarvan zijn voor personen en één daarvan voor kleine goederen. Dat is de beddenlift, de toekomstige beddenlift. Aan de buitenzijde hebben wij een transportsteiger gemaakt waar vrachtwagens of kranen de goederen kunnen aanvoeren en via een transportopening het gebouw in kunnen krijgen. Wij gaan dit samen met Raap Karger gaan wij onze onderaannemers ontzorgen. En wij gaan niet alleen het verticaal transport verzorgen per dag, maar we gaan ook de spullen op de plek brengen waar het verwerkt wordt. In de ruwbouw hadden wij te maken met zo'n 5 vaste leveranciers voor de bouw. Dat waren prefab onderdelen, vloeren en staalleveranciers. Er was al een heel gedoe om die mensen hier op een logistiek verantwoorde wijze op de bouwplaats te krijgen. In de afbouw hebben wij te maken met meer dan 20 verschillende onderaannemers. Dat zijn bedrijven die elk hun eigen discipline hebben. Dat zijn de tegelzetters, de stucadoors. En die mensen hebben ook weer hun eigen toeleveranciers, zodat je er straks meer dan 30 verschillende leveranciers hier op de bouw krijgt. Nou, wij voorzien daar problemen mee en dus hebben wij het volgende bedacht. Wij hebben een soort distributiecentrum in Frieseveen gemaakt, samen met Raap Karger. Dus daar gaan alle goederen naar Frieseveen heen. En we leveren dan per dag alleen de benodigde onderdelen die wij verwerken, leveren wij aan. Dus er komen geen 20 verschillende vrachtwagen hier de bouw op met volle vrachten van deuren en volle vrachten van kozijnen. Maar er komt elke dag één vrachtwagen met de benodigde aantallen tegels, de benodigde aantallen deuren en kozijnen, zodat we per dag verwerken wat nodig is. En het voordeel is, we hebben minder opslag. De materialen worden direct verbruikt, dus minder kans op schade. En de tegelzetter die kan 8 uur per dag werken aan zijn vakgebied, het tegelzetten, en hoeft zich niet te bekommeren om verhuizen. We staan hier nu op de 6e verdieping en ik ga iets proberen uit te leggen over de structuren van de liften die in het ziekenhuis gaan komen. Dit is de begane grond. Je komt hier vanuit de parkeergarage,
waar je met je auto geparkeerd staat. We zijn daar eens ingeweest in een vorige aflevering. Dit is een stijgpunt. Je meldt je bij de hofbalie en daar word je dan verwezen naar welke atrium, naar welke liften je moet. Er zijn flink wat liften. De liften zijn verdeeld in personenliften, dat zijn die groene liften, en beddenliften, goederenliften. Wij staan nu op de 6e verdieping bij het eerste atrium. Dat kun je zien. En dan zie je aan die kant al de deuren waar de personenliften op uitkomen. En een patiënt die komt straks uit, lopende patiënt, komt straks uit die liften. En die kan zich direct melden met het maatmeubilair wat hier staat, de balie wat hier staat. Want daar komt straks een balie. We gaan daar nog later over hebben. Dan word je dan verder verwezen naar de plek die je op die afdeling waar je moet zijn. Dit zijn dan de goederen en de beddenliften. De goederenstroom, we hebben het ook al gehad in een vorige aflevering over het goederenhof. In het goederenhof zit op de kelderniveau een directe doorverbinding naar deze goederenliften. Hier worden materialen aangevoerd en bijvoorbeeld afval afgevoerd. En nieuw materiaal en oud materiaal wordt opgeslagen, dat noemen wij uitstootruimtes. Dus dat verkeer van afbrengen van afval en goederen, dat verstoort zo weinig mogelijk het verkeer wat op de verpleegafdelingen zit. Vanuit het stijgpunt vinden ook vele menselijke bewegingen plaats. Vanuit de tunnel komt de lopende band, zoals die ook in Schiphol is, kan men via de trap de liften, waar Arthur het over heeft gehad, of een roltrap de grote entreehal binnen. En als je dan in die entreehal bent, dan is het duidelijk te zien waar de hoofdbalie is, straks. Nu nog niet, maar ik probeer toch aan te duiden waar de hoofdbalie straks is. Want die bevindt zich straks tussen deze ronde kolommen en die vierde daar. Dat is een balie waar meerdere mensen zitten, daarachter zitten de back-office van de receptionisten en de beveiliging. Ook dat is nodig in het ziekenhuis. En dan word je verwezen door de hoofdgang naar de verschillende atria's die er zijn. Daar zijn ook atria's aan die kant. En dan kunnen de mensen met de liften of de trap naar de juiste verdieping gaan. We staan nu op de begane grond in het eerste atrium. En je moet je voorstellen dat de mensen die zijn doorverwezen door de hoofdbalie, zal ik maar zeggen, naar het specifieke atrium waar ze moeten zijn. En dan is hier in dit atrium mogelijkheid straks om te wachten onder de boom. 8-9 meter hoge mooie boom. Of ze gaan direct per lift naar de verdieping waar ze wezen moeten en waar ze direct doorverwezen worden, waar op de afdeling ze moeten zijn. Volgende week een nieuwe bouwupdate van Niels en Arthur. We gaan het ziekenhuis weer in en kijken mee op de centrale sterilisatieafdeling. Deze afdeling verzorgt het reinigen, desinfecteren en steriliseren van medische instrumenten voor de operatiekamers, polyklinieken en de verpleegafdelingen. In het proces van reiniging, desinfectie en sterilisatie worden de instrumenten van vuil via schoon en nog niet steriel naar steriel verwerkt. Nou ja, als je op feestjes zegt van ik werk in het ziekenhuis op de sterilisatieafdeling, worden mensen terughoudend. Nou, blijf maar even met mij uit de buurt. Dat is dus een misvatting. Mensen denken dat wij steriliseren van personen. Nou, dat is dus niet het geval. Zoals ik net heb gezegd, we reinigen en desinfecteren alles wat in het ziekenhuis gebruikt wordt aan instrumentarium, wat bij een patiënt gebruikt wordt. En wat hergebruikt kan worden, komt hier. Wordt door ons in eerste instantie, wat je hier achter ons ziet, gereinigd. En daarna gaat het in de desinfectiemachines. Dan wordt het gedesinfecteerd, dan komt het op onze opdekruimte. Dan wordt het gecontroleerd op werking, reinheid. Wordt het verpakt volgens een protocol, opgebouwd weer tot een set. En daarna wordt het verpakt, gaat het in de sterilisator en wordt het gesteriliseerd. En kan het weer terug naar de desbetreffende afdeling. Dit komt net van elkaar. Ja. Dat is, het wordt allemaal zo snel mogelijk hier naartoe gebracht. Dat je anders kans hebt op indroging. Dus het moet zo snel mogelijk behandeld worden. Nou, dit is eigenlijk de eerste fase. Je gaat eerst voorspoelen met koud water, zodat eigenlijk het meeste vuil eigenlijk weggespoeld wordt.
spoelfase hebben we gehad. Dan gaan we ultrasoneren. En de ultrasoonreiniger die is er eigenlijk voor om alle kleine achtergebleven deeltjes, ook de vastzittende deeltjes, om die eigenlijk door de ultrasoon eigenlijk los te trillen. Zodat het straks in de wasmachine echt allemaal weggespoeld kan worden. Nou, ik scan nu eigenlijk de barcodes. Ieder net of instrumentarium heeft een specifieke barcode, zodat wij alle instrumentarium kunnen volgen via ons volgsysteem. En dat brengen we in de computer en dan kunnen we overal zien waar zich een onderdeel bevindt. Nog gaat de wasmachine in. We hebben hier een bord hangen dat geeft aan welke desinfectiemachine klaar is. Als de desinfectiemachine klaar is, gaat er een lampje branden en dan kunnen we dat zien. We gaan nu de desinfectiemachine leeghalen. We weten waar we het voor doen en dat er een patiënt mee behandeld wordt en hoe belangrijk dat het is dat het instrumentarium goed en weer goed bruikbaar weer op elkaar komt, zodat een patiënt daar weer goed mee behandeld kan worden. Dus in die zin zijn we wel bezig met patiënten. Er gaan hier gemiddeld zo'n 250 netten per dag steriliseren wij hier. En dat vertegenwoordigt een waarde van circa 1,2 miljoen aan instrumentarium wat hier per dag doorheen gaat. We hebben deze set nu klaargezet voor de autoclaaf. De autoclaaf is het waar we mee steriliseren. Dat gaat onder druk en om met stoom. Dat gaat tot 134 graden Celsius. En dan wordt het pakket met, door middel van stoom gesteriliseerd. Dus dit is bijna het einde van ons sterilisatieproces. De sets laten we nu eerst even afkoelen. Als deze afgekoeld zijn, gaan we ze transporteren naar het steriele magazijn. En dat is in feite de cirkel voor de sterilisatie weer rond. Nou, deze sets zijn dus nou net uit de autoclaaf gekomen. En deze worden opgeslagen in de steriele berging. En die gaan we nu op de plek zetten waar ze horen. Nou, dit is onze steriele berging. Boven alle kasten hangen layouts waar we kunnen zien waar welke set hoort. Nou, in dit geval heb ik een schever. Die zoek ik op. Die hoort dus in deze kast. Je ziet hier alle specialismes. De trauma, kaakchirurgie, de plastische chirurgie. Dus ieder specialisme heeft hier zijn eigen ruimte in het magazijn. Zodat men ook in geval van een calamiteit, maar ook voor het klaarzetten van het programma, snel kan vinden waar de sets zijn. Ook hangt op iedere kast precies vermeld waar welke set zich bevindt, in welke kast en in welke rij. De centrale sterilisatieafdeling is ook verantwoordelijk voor het desinfecteren van verschillende scopen in het ziekenhuis. We moeten de brug over om naar de scopendesinfectieafdeling aan het Ariensplein te gaan. Deze afdeling heeft in 2010 het predicaat Best Practice ontvangen van de Inspectie van de Gezondheidszorg. Dit predicaat hebben ze ontvangen door gebruik te maken van nieuwe doorgeefdesinfectiemachines die vuile en schone scopen van elkaar scheiden en niet bij elkaar in dezelfde ruimte komen. We zijn hier nu op een ander onderdeel van de sterilisatieafdeling, dat is de centrale scopendesinfectie. Hier reinigen we alle flexibele scopen die in het ziekenhuis gebruikt worden. U moet daarbij denken aan een maag-darmonderzoek, maar ook een onderzoek bij de longfunctie of bij de KNO-artsen is dat de mogelijkheid. Al die scopen worden hier dus door ons gereinigd en gedesinfecteerd en gaan we terug. Je ziet hier een gebruikte scoop, maar we werken met een smiley. Je ziet een rode smiley erop. Dat betekent dus voor ons dat de scoop vuil is.
Vervolgens wordt de schoor ondergedompeld in een waterbad en wordt door middel van water en lucht doorgespoten en zal ook door middel van een ragger zullen alle kanalen doorgeracht worden om het eerste vuil zoveel mogelijk te verwijderen. Vervolgens wordt de schoor geplaatst in de desinfectiemachine en alle kanalen worden aangesloten. De reden dat wij alle gegevens invoeren is als er wat gebeurt of mocht er iets zijn waardoor een patiënt teruggehaald moet worden, kun je precies zien wie en wanneer er wat is gebeurd in welke machine of welke patiënt daarbij betrokken is. Nu worden alle slangetjes ontkoppeld en wordt de scope geplaatst in de droogkast. De scope wordt geplaatst in de bak na droging. En vervolgens gaat de hoes eromheen met een groene smiley, zodat men kan zien dat deze gewoon klaar is voor gebruik. Volgende week een nieuwe uitzending van Uw Ziekenhuis. Dan zijn we op de spoedeisende hulp. En uiteraard brengen we een nieuwe bouwupdate van Niels en Arthur. Wilt u meer weten over het MST of reageren? Kijk dan op de website uwnieuweziekenhuis.nl en volg het MST op Twitter en Facebook. Alle uitzendingen van Uw Ziekenhuis zijn hier ook terug te zien. Tot volgende week.